VNP-parlementariër Nisha Jakri wil dat de regering financiële ondersteuning geeft aan studenten die verder willen studeren, maar de middelen daartoe niet hebben. Dit haalde ze gisteren in de Nationale Assemblée aan tijdens de begrotingsbehandeling. DNA-lid wil dat de regering een bepaald bedrag gaat reserveren uit de sociale pot voor leerlingen. Ze raadt de regering aan om een zodanig systeem op te zetten dat aanvragen voor financiële ondersteuning via de school kan lopen. We moeten veel meer investeren in het onderwijs. Onderwijs voor elk kind. Daarom pleit ik ook voor een studiefonds. Haar collega Mahinder Kumar Yogi vroeg specifiek aandacht voor de studenten van de middelbare school en de universiteit. Hij geeft aan dat de regering mogelijkheden moet zoeken om deze studenten tegemoet te komen. En al is het 1000 RCD per maand, voorzitter, maar laten we die kinderen ook helpen. Zij zijn de toekomst van morgen, voorzitter. En het is goed om die kinderen te helpen, voorzitter, en die kinderen te ondersteunen, voorzitter.